Hij leerde ons met de vegetarische slager dat je heel lekker vlees kan eten zonder dat daar een dier aan te pas komt. En datzelfde kunstje dat wil hij nu gaan flikken met zuivel. Melk en kaas maken uit gras. Oh, en along the way doet hij dat ook nog eens een keer allemaal zakelijk behoorlijk succesvol. Bij mij te gast Jaap Kortweg. Jaap, van harte welkom. Ja, om te beginnen, we hadden het net even over. Je hebt niet zo goed nagedacht over wat voor schoenen je aan ging doen. Hè? Nee, inderdaad. Nee, het was een beetje hard werk met vertrekken. Maar ze zitten heel lekker, zeggen ze. Ja, die Crocs, dat is natuurlijk fantastisch. Ik vind ze erg praktisch. Ja. En je stapt er zo in. Maar goed, het is geen statement. Hè? Nee, heeft het vandaag. Als ik erom gedacht had ik gewoon... Gewoon normale schoenen aangetrokken. Maar daarvoor, ik heb je niet uitgenodigd voor je schoenen. Nee. Dus dat gezegd hebben. Hey, those vegan cowboys. Dat is je bent er al een tijd mee bezig. Hè? Maar na de vegetarische slager, een nieuw initiatief. De verlossing voor de koe, het schaap en de geit, zeg maar. Dus hè, is plan. Ja. Hoe ga je dat doen? Door goed te kijken wat het product is, hè, koeienmelk. Ja. Waar vervolgens natuurlijk kaas van gemaakt wordt en yoghurt en karnemelk. En natuurlijk ook gewoon dagverse melk. Daar goed naar te kijken en te bedenken hoe je dat kan doen zonder koeien. Dat is het voordeel als je niet te veel kennis van zaken hebt. Dan kun je daar een simpele voorstelling van maken. Dus dat je eigenlijk een koe maakt van roestvrij staal. Het bijzondere van een koe is dat die 4 magen heeft. En dat die gras kan verteren. Wij kunnen als mensen we kunnen daar niet goed mee omgaan, gras. Nee. Dat is geen goed voedsel. Maar een koe wel. En een koe maakt daar iets van wat wij wel kunnen eten of drinken. Hè? Dus vlees en melk en waar we dan weer zuivelproducten van maken. Dus met dat idee ben ik eigenlijk aan de slag gegaan. Maar hoe kom je op dat idee? Nou, het idee is net zo oud als de vegetarische slager. Ik heb ooit... Dus voor een groep studenten in Wageningen een verhaal gehouden over omdenken op verzoek. Ja. En toen was dit ook een van de ideeën. Dus vanaf het begin van de vegetarische slager heb ik gezegd van nou, als dit ooit lukt. Want mijn rol is toch die pioniersrol. Ja. Dan is het volgende project om melk te maken, zuivelproducten zonder koe. En ja, goed, mijn drijfveer is de ethische kant. Dus de manier waarop we met dieren omgaan. Dat we die nu gebruiken als een soort productiemachines. Ja. En kijk, de melkveehouderij die heeft nog wel een positief imago. Beter dan bijvoorbeeld de kip- en de varkenshouderij. Mm. Maar goed, als ik daar als boer naar kijk, dan wordt het verschil toch echt steeds kleiner. En misschien is het er zelfs wel niet eens meer. Wat je nu ziet in de melkveehouderij is dat grote bedrijven worden ook met honderden koeien. Die... op stal blijven staan, hoofdzakelijk. Ze gaan dan cosmetisch misschien nog eens naar buiten. Ja. Dus zo'n stal, dat is eigenlijk een soort productieeenheid... waar honderden koeien in staan. Ja. Er gaat gras in, wordt aangevoerd met machines... en er komt melk uit. Nou ja, dan is het eigenlijk heel logisch om te zeggen... als dat kan, die koeien uit die stal... zet daar een koe in van roestvrij staal. Probeer het na te bootsen wat er in die koe gebeurt. Gras erin en melk eruit... En dat maar gaat het lukken? Nou ja, toen ik dus nu 2 jaar geleden net na de verkoop aan Unilever van de vegetarische slager, toen ben ik er gelijk mee gestart. Mm-hmm. Maar het was een laboratorium in Gent toch, die al met dat soort onderzoeken bezig waren? Of hoe zit dat precies? Ja, maar dat wisten wij toen nog niet. Nee. Dus ik ben toen gaan praten met zuivelwetenschappers, met Wageningers, jong en oud, echte zuiveldeskundigen. Ja. En mensen die verstand hebben van gras. En dit idee voorgelegd, toen zei ze, nou, het is moeilijk. Maar zeker van gras, dat is toch eigenlijk kansloos. Maar goed, ik zei, ja, ik wil het van gras. Omdat gras, dat is een heel duurzaam gewas. Dat groeit eigenlijk over heel de wereld van nature. Hè, zonder dat je daar veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen voor nodig hebt. Je kunt gewoon echt natuurlijk grasland oogsten. Ja. Dus je wilt die grondstof hetzelfde houden. De grondstof moet hetzelfde blijven. Ja. Zeg maar. Want je kan ook zeggen, je gebruikt iets heel artificieels. Ja, nou ja, artificieels, bijvoorbeeld suiker of mais is makkelijker. Ja. Maar dat zijn natuurlijk veel gecultiveerdere gewassen... Ja. Die veel hogere bemesting vragen. En chemicaliën tegen ziektes en plagen, noem maar op. Hm. En dat wilde ik niet. Dus toen heb ik gezegd, nou ja, dan houdt het op. En gek genoeg ontstond er toen toch een soort nieuwe dynamiek in die groep. En in ieder geval, op een gegeven moment vielen er toch wat dingen op zijn plek. Ja. Tussen die geleerden. En zagen ze toch wel connectie, mogelijkheden. Ja.
En het heeft erin geresulteerd dat nu de situatie is dat ze zeggen, ja, het kan wel. En het is zelfs duurzamer dan bijvoorbeeld van mais of suiker. Het kost alleen meer tijd. Maar het kan. Het is een kwestie van tijd en geld. Daar zijn ze eigenlijk. En waarom is het een kwestie van tijd? Nou ja, je moet. Wat we gaan doen is dat we met micro-organismen, wat natuurlijk in een koe ook gebeurt, hè, in die maag, in dat spijsverteringsorgaan van een koe, wordt ook gras omgezet in. In een aantal stappen, uiteindelijk in melk. En ze gaven aan dat het mogelijk is met micro-organismen om die zo te selecteren ook. Dus we zijn op zoek naar de goede micro-organismen, naar de goede schimmel die in staat is om dat gras om te zetten in melk. En dat is een zoektocht. En goed, er zijn echt heel veel van die micro-organismen zijn er. Dus ja, hoe vind je de juiste? En hoe selecteer je hem zo dat hij ook dat heel efficiënt kan doen? Maar goed, ze zeggen nu dat het naast dat het kan, dat ze ook verwachten dat het nog eens een factor 5 efficiënter kan, duurzamer kan. He, dus dat je uit dezelfde hoeveelheid gras 5 keer zoveel melk kan halen. Of zeg maar dat je per kilogram melk of per liter melk gewoon 5 keer minder milieu-impact hebt. Ja, ja. Landgebruik, water, energie, noem maar op. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen, ze hebben gezegd, realistisch is dat je daar 7 jaar tijd voor nodig hebt. Eer je dat op de markt hebt. Want je zit naast het feit dat je het moet ontwikkelen, zit je natuurlijk met het opschalen, met ook met allerlei voedselveiligheidsregels, procedures waar je doorheen moet. Dus we zijn nu een jaartje bezig. Dus als dat uitkomt, nu nog 6 jaar. Is dat ook je planning? Ja, planning is eigenlijk onzin. Maar zij hebben met elkaar aangegeven dat ze dat realistisch vonden. En dat is natuurlijk, we weten niet eens of het lukt. Hè? Maar goed. Is het dan een voordeel dat je heel veel geld hebt verdiend met de vegetarische slager? Dat je dit ook kan doen? Want dit kost knaken. Dit kost veel geld. Want hoeveel mensen heb je het over nu? Ja, daar werken ruim 20 mensen nu. Ja, in een lab-achtige situatie. In een laboratorium in Gent. Kijk, het was een. Dat is wel het aardige. We zijn daar tegen aangelopen. Het is een team. Een team mensen die al ruim 10 jaar samenwerkte aan de ontwikkeling van een medicijn. Wat een menselijk eiwit is. En voorheen werd dat gedaan met konijnen. Werden de konijnen gemolken. En in die konijnenmelk zat dan dat humane eiwit. Ja, het is zelfs nog een ouder verhaal. Je had hier vroeger de stier Herman. Dat is echt al lang geleden. Ja, die ken ik nog. Ja, ja stier Herman. Dat was een genetisch gemodificeerde stier. En die kon dan... Potent beestje. Ja, en die kon dan de nakomelingen daarvan. Die in de melk van die nakomelingen, van de koeien, zou dan dat humane eiwit ook zitten. Alleen dat is toen verboden hier. Dat vond men onethisch in Nederland. Dus die stier Herman die heeft nu een plek in een of ander museum, geloof ik. Maar goed, vervolgens dat doorgaan dus met die konijnen. Want dat mocht dan blijkbaar wel. Of je kan toch geen konijn melken? Ja, dat gebeurt dus voor die medicijnen. Ja, voor die specifieke medicijnen. Voor de ziekte van... Een konijn is toch geen uiers? Dat vind ik nou heel raar. Dat is niet eenvoudig. Nee, daarom, weet je wel. En je weet dat allemaal niet. En het is natuurlijk ook geen fijn verhaal. Hè? Nee. Ik bedoel, dat is gewoon... dit bedrijf, dat was gestart met het idee, we gaan het doen zonder konijnen. Ja. Wij gaan gewoon dat humane eiwit maken zonder dat voor dieren te gebruiken. En dat is ze gelukt. Daar zijn ze 10 jaar mee bezig geweest. Ja. En ze zijn erin geslaagd om dat humane eiwit te maken zonder dieren. Okay. Zonder mensen. Okay. Maar goed, ze waren dus klaar. Ze zijn nu bezig om dat medicijn de markt op te brengen. En dus dat laboratorium was eigenlijk, de taak was voorbij. En toen kwamen wij met ze in aanraking. En dat is natuurlijk ontzettend fijn, want zij hebben hele relevante kennis. Hè. Zij weten hoe je zoogdier eiwit maakt. Ja, precies. Zonder dier te gebruiken. Ja. Dus dat, maar heb jij hun overgenomen meteen? Of heb jij hun een grote opdracht verstrekt? Hebben ze overgenomen. Oké. Okay. Ja. Dat medicijn ook? Nee, dat medicijn niet, want daar hebben we geen belang bij. Jij hebt met name één compagnon, hè, waar je nou mee staat, Nico... Met Nico Kofferman. Ja. Dus die ook vanaf het begin betrokken is geweest bij de vegetarislager. En later ook aandeelhouder is geworden bij de vegetarislager. Tot zijn eigen verrassing volgens mij, want hij voelde zich niet echt een ondernemer volgens mij. Nee, klopt. Nee. Maar nu dus heeft hij de smaak te pakken. Hij heeft geen spijt, denk ik. Nee. Dat is goed afgelopen. Ja. En dus nu van het begin af aan dit samen gedaan. En dus het is hartstikke leuk. Hey, ik las ergens dat ooit jouw eerste, want ooit ben je even zeg maar, terug naar het begin. Ben jij ooit flauw? Want jij noemt jezelf net ook nog. Noem je boer, hè? Ja, ik ben nog steeds boer. Je bent nog steeds boer, maar ook praktiserend boer.
Ja. Wat verbouw je dan of wat maak je dan? Of wat we hebben een biologisch akkerbouwbedrijf en ook tuinbouwer en kruidenteelt. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld witte, rode, boerenkool, wortelen, uien, aardappelen, spinazie en allerlei soorten kruiden. Ja. Maar jij bent ooit als jonkie ben jij flauwgevallen, want jouw pa was ook, jij komt uit een boerenfamilie, zeg maar. Ja, ik ben negende generatie boer. Negende al. En jij bent een keer flauwgevallen of zoiets, toch? Door pesticiden. Nou, of is dat een onzinverhaal? Nee, ik ben niet flauwgevallen, maar ik werd wel heel ziek. Na een avond, na een hele dag spuiten, maar dan praat ik al over... Ja, meer dan 35 jaar geleden. Ik was net begin 20. Maar was dat een moment? Was dat een soort moment voor je? Of tenminste, was dat een soort moment dat je dacht van, dit klopt niet of zo? Ja, zeker. Ik had me toen een hele dag gespoten. En ik bedoel, dat was nog wel een andere tijd. Dus zonder beschermende kleding en veiligheidscabines en zo. En s'avonds naar het jazzfestival in Breda en wat gedronken. En toen de volgende dag met hele hoge koorts wakker. En toen, toen zei de huisarts, ja, dat is niet goed. En naar het ziekenhuis toen gelijk op de intensive care. Oh, serieus ook. Dus daar heb ik een dagje gelegen en toen ging het al snel beter. Dus het was, was echt een goede waarschuwing. Hey, Maar je had vanaf dat moment ook wel, want daarna die varkenspest en zo, ook zo'n momentum geweest. Ja. En op een gegeven moment weet je die impact maakt van dit gaat niet goed en we moeten het hele handeltje helemaal anders gaan inrichten. En als je nu eens naar de vegetarische slagen kijkt, hè, want iedereen kent dat succesverhaal inmiddels en dik verkocht aan Unilever, ook zakelijk gezien volgens mij voor meer dan 1.000 euro verkocht. Hè? Ja. Ja. heb je impact gemaakt daarmee? Kun je dat zeg maar meten? Nou ja, dat kun je natuurlijk nooit precies meten. Ja, je kunt natuurlijk precies zien wat we zelf doen als vegetarisch slager. Ja. Maar goed, ik denk dat naast wat we zelf gedaan hebben, dat we ook wel een aanjager zijn geweest voor allerlei anderen. Ja. Dus ik denk dat wat denk ik bijzonder is geweest bij de vegetarische slager, dat was toch het vertrouwen dat het echt groot zou kunnen worden. Ja. Wat je toen zag, dat, want op zich natuurlijk die vegetarische hamburgers en worsten, die waren er al tientallen jaren. Ja. Alleen, ze werden niet met liefde gemaakt voor de vleesliefhebber, denk ik. Wat jij bent. Wat ik ben. Ik ben zelf een enorme vleesliefhebber. Ik werd vegetariër vanwege, om reden. Alleen, ik kwam erachter dat die producten gewoon, ik vond niks als vleesliefhebber. Dus... En ik dacht, het moet toch mogen. En dat zou ook de wereld veranderen. Als je gewoon wel een hamburger maakt en vlees wat waar je gewoon blij van wordt als vleesliefhebber. Dus ik denk, als dat gebeurt, ik was van overtuigd als dat gebeurt, dan wordt iedereen vegetariër. Ja. Op den duur. Want de enige reden om vlees te eten is gewoon de smaak en de smaakbeleving. En misschien dat mensen nog een idee hebben dat het gezond is en zo. Maar goed, dat is natuurlijk steeds meer achterhaald. Dus op het moment dat je, dat het... Kijk, het is het nieuwe vlees, het plantaardige vlees, is 3 keer duurzamer minimaal. Het is gezonder, het is beter voor dieren, beter voor het milieu, noem maar allemaal op. Dat is allemaal niet de reden waarom mensen natuurlijk vlees eten. Niet omdat het ongezonder is, onduurzamer en dat gedoe met dieren. Het is gewoon die verslaving eraan. En dat herkende ik ook bij mezelf. Dus ik was van overtuigd dat als dat verandert, als je gewoon... Als je ook die hele mindset kunt veranderen en er komt meer kennis over. En het is gewoon het nieuwe vlees, het plantaardig vlees, is gewoon net zo lekker of lekkerder. Ja, dan gaat op den duur iedereen om. Maar dat is nog niet aan de hand, hè? Dat is wel aan de hand. Ja? Ja. Gaat iedereen om? Ja, ik denk dat iedereen omgaat. Als dit gewoon doorzet. Je ziet nu echt een spectaculaire groei. Dus toen wij begonnen, toen was het nieuwe vlees, het vegetarische vlees, dat was 1,5% van het dierenvlees, van het oude vlees. Maar nu zie je dat al gegroeid is naar 5 in een tijdsbestek van een jaar of 4. Ja, ja, ja. Ja, dat is niet, echt enorm hard gegaan. Ja, en nu zie je, die stijging is enorm. Ja. En ik heb, ik denk een jaar of 7 geleden een inschatting gemaakt van dat het in 15 jaar, dus laten we zeggen nu nog 8, dat het toe zou kunnen groeien naar 20%. En dat is voor mijn gevoel een kantelpunt. Ja. Want dan is het, kan het concurreren op prijs ook met het vlees van dieren. Dan is het nog steeds kleiner, is nog steeds 20-80. En daarna gaat het heel hard, denk ik. Want dan is er meer bekend. Hè. Je ziet nu ook al dat er heel veel in geïnvesteerd wordt. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel producten. Ja, mensen proeven niet eens het verschil meer. Nee. Er wordt natuurlijk steeds meer over bekend. En dat het dan in nog eens 15 jaar, dus laten we zeggen dan in 2045... dat het dan 80% van het dierenvlees vervangen zou kunnen hebben. Hè. Dat 80% het nieuwe plantaardig vlees is. Ja. Ik denk dat realistisch is. Tegen de tijd is jouw koe ook klaar. Dus dan zijn we zuivelwise zijn we ook klaar. Ja. En wat betekent dat dan voor... boeren om te beginnen? Dat betekent voor boeren dat ze
Ja, het hangt er maar net vanaf voor welke boer. Kijk, kip- en varkensboer in Nederland, ja, daar is eigenlijk geen alternatief voor. Want wat zij nu doen, is dat zij het voer importeren ze van, vaak van buiten Europa. Hè, dus dat is vaak soja. Of ik bedoel, wij importeren vier keer zoveel veevoer om die kip en varkens te voeren dan we überhaupt in Nederland zouden kunnen verbouwen. Nee. Dat zou niet eens kunnen. Dus wat zij alleen maar doen is dat voeren aan die varkens en die kippen en dat vlees verkopen. Ja, zij kunnen niet allemaal vegetarisch slager worden. Dus dat houdt op, denk ik, voor een belangrijk deel. De melkveehouders, daar hoeft niet zoveel voor te veranderen. Want zij hebben nu die graslanden. Kijk, wat ze nu doen is dat ze dat gras voeren ze aan die koeien. Dat gebeurt met machines. Dat gebeurt het zit eraan te komen dat het volledig automatisch gebeurt met autonome machines. Hè, die dat gras gaan maaien en naar de stal brengen. Ja. En die melk wordt opgehaald. Nou, dat verandert niet. Die koeien worden gemolken met een melkrobot. Nu ook al. In toenemende mate. Dus jullie zijn eigenlijk de laatste schakel? Nou ja, de laatste schakel. Ik bedoel, in plaats... Hè, die boer is ook gewend, die koeienboer, dat ooit van handmelken naar de melkmachine is gegaan, toen naar de melkrobot. Dit is de volgende stap. Hè. Ja, dit is de echte melkmachine. Ja, want de rest was natuurlijk... Ja. Ja, wat, zijn er dan nog koeien nodig, eigenlijk? Nee, daar zijn er geen koeien meer nodig. En ze kunnen gewoon hun ding blijven doen. Alleen in plaats van een melkrobot en koeien in de stal, staat daar een koe van Roesvrijstaal. Nou ja, het is nu ook al een soort procesoperator. Ja. Die verstand moet hebben van koeien. En dan moet die verstand hebben van dat proces in die roestvrijstalen koe. Ja, gods. Hey, verandert... is toch altijd een onderwerp wat ondernemers interessant vinden. Maar je wordt op een gegeven moment vermogend door zo'n verkoop aan Unilever. Je hebt me ook al eerder verteld, hè, dat met name de impact die je wil maken in de wereld voor jou een belangrijke reden is geweest om je om het onder te brengen bij zo'n grote club. Mm-hmm. Maar je wordt persoonlijk vermogend. Daar was jij toch niet al? Dat was ik al voor ik begon. Oh, ja. Waar was je dan vermogend van geworden dan? Van het boeren. Ja? Ja. Ja, dus ik had... met de vegetarische slager. Kijk, ik ben natuurlijk met de vegetarische slager begonnen terwijl ik nog boer was. En ik heb daar natuurlijk gewoon 2 miljoen euro ingestopt voordat er... Nou ja, tot aan de deal met Unilever heb ik daar alleen maar geld ingestopt. Ja. Ja, maar door die deal had je het wel... Het was wel goed terugverdiend, toch? Ja, zeker. Ja. Ik ben nu nog vermogend dan ik was. Ja. Maar ik bedoel... je was als boer al vermogend geworden? Ja. Okay. Dus ik had, het was goed gegaan, dat boeren. Want ik was toen ik begon... Je had goed geboerd, zoals het heet. Ja, inderdaad. Ja. Want ik was 44 en die boerderij die liep gewoon. En ik kon het me permitteren om naast dat ik daar zelf geen arbeid meer in stopte of nauwelijks. Omdat ik natuurlijk met die vegetarische slager hartstikke druk was. Ja. Maar was het mogelijk om er ook heel veel geld in te stoppen. En wat betekent dat als je op een gegeven moment dan die deal hebt gemaakt en je hebt nog meer geld en dat staat dan in één keer op je bankrekening? Tenminste, op een gegeven moment wordt misschien wel nog goed om te vertellen dat ik niet vermogend begonnen ben. Dus ik bedoel, je bent wel zelf verdiend. Nou ja, zelf verdiend. Ik vind het allemaal heel betrekkelijk. Ik bedoel, boeit je niet maar zo? In ieder geval, ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Ik heb die boerderij niet gekregen. Die heb ik gewoon over moeten nemen. Ja, zoals dat eigenlijk normaal gebeurt. Ja. Maar dat is goed gegaan toen. Ja. En ik heb ook als boer de keuze gemaakt voor biologisch. En dat was een goede keuze, ook financieel gezien. Verandert jou dat als ondernemer, dat je vermogend bent? Maakt dat zo'n project als Doos Vegan Cowboys anders? Ja, want ik bedoel, dit kost natuurlijk heel veel geld nu. Dat kost 7 jaar lang heel veel geld. Wat is heel veel geld? Nou ja, ga maar na als je 20 wetenschappers 7 jaar lang moet betalen. Ja, en een laboratorium aan de praat moet houden. Ja. Dus daar kan iedereen zich wel een voorstelling bij maken wat het kost. Ja, dus dan moet je gewoon vermogend zijn, anders kun je het helemaal niet doen. Ja. Dus dat is het voordeel? Zeker. Krijg je veel mensen op je af die ook met jou dingen willen doen? Ja, ontzettend. Ja, hoe ga je daarmee om? Nou, ja, selectief. Maar het is natuurlijk fijn dat het bewijst dat het een ontwikkeling is die... waar heel veel vertrouwen in is, breed. Ik denk dat wij ongeveer iedere dag wel een investeerder die zich meldt of een partij die iets wil met ons. Maar goed, dat hebben we nu niet echt... Nee, want je hebt al... Laat ik zo zeggen, we kijken er in die zin naar dat we op het moment dat een strategische partner is die echt iets aan het proces kan versnellen of weet ik veel wat, dan is dat interessant. Want ondernemerstechnisch, want Doos Vegan, want je hebt wel een samenwerking, zei je net, met in het voorgesprekje. Zijn nu sinds een paar maanden dat naar buiten gekomen, denk ik, dat we met Westland Kaas gaan we een nieuw bedrijf starten naast Doos Vegan Cowboys. Om nu al kaasproducten op de markt te brengen.
zuivelproducten. Die, met de huidige beschikbare mogelijkheden. Dat kan dus wat we met Dose Feeding Cowboys doen, willen we melkeiwit maar caseïne identiek. Ja. Dus dat we de kaasproducten kunnen maken. Alle kazen die we nu kennen, die populair zijn. Of het nu de Franse, Italiaanse of Engelse. Dat maakt niet uit. Als je die caseïne hebt, dat is de basis voor alle koeienkaas nu. Of eventueel geiten of schapenkaas. En dat is de grap daarvan. Als dat lukt, dan kun je dus in één keer al die populaire kazen kun je maken zonder koe. Maar wat we dus nu doen is kijken van wat is er beschikbaar. Hè? Die kaas is er nu nog niet plantaardig. Dat gaat nog jaren duren. Maar er zijn wel andere ingrediënten. En sommige kazen kun je daar al aardig mee nabootsen. Ja, ja. En sommige heel goed. Ik heb het afgelopen jaar ben ik aan het bouwen geweest. En dus we hadden een prachtig proefpanel. Bouwvakkers. Die zijn buitengewoon eerlijk. En, ja. En die heb ik van alles laten proeven. En dan, ja, nou goed. Ik bedoel, ik heb natuurlijk... Ik was zelf ook altijd smaakpanel bij de vegetarische slager. Ik was eigenlijk het smaakpanel. maar ik heb dat wel bevestigd gezien bij die mensen. Die ook zeiden van, nou ja... toch een aantal kazen. Ze zeggen, ja, dat is gewoon perfect. Hey, hoe ziet die samenwerking? Wat is dat dan voor samenwerking? Is dat dan een soort project dat jullie samen oppakken? Of hebben zij al een share in Dose Feeding Cowboys? Hoe ziet dat ondernemers? Nee, dus wij hebben geen aandeel in Westlandkaas. In Old Amsterdam, hè, er is een Maaslander. Ja. Dat zijn bekende merken. Ja. En zij hebben ook geen aandeel in Dose Feeding Cowboys. Maar we zijn gewoon samen een nieuw bedrijf gestart. Okay. En daar hebben we alle twee 50%. Okay. Aandeel in. Okay, dus dat kan al wel op korte termijn wat opleveren. Ja, ja, we gaan dit jaar gaan we met kazen komen. Dus ik hoop dat die ook snel breed te koop zijn. Hoe ga je dat dan noemen? Zeg maar, ga je dat gewoon kazen noemen? Of ga je dat een soort van iets? Want dat was natuurlijk met vegetarische slager ook op een gegeven moment een dingetje met C-kaas en alles. Ja. En je mag het geen gehakt noemen. En mag je het dan wel kaas noemen? Of zeg je dat gezeik? Nee, je mag het geen kaas noemen. Nee? Dat is in de zuivel is dat wettelijk. Meer geregeld dan in het vlees. In het vlees was eigenlijk weinig geregeld. Ja. Dus wij hebben daar, nou ja, met de vegetarische slager hebben wij daar niks op aan hoeven passen. In de zuivel is dat is er meer beschermd. Oké. Dus dat moeten we nog, dan moeten we nog precies gaan bekijken hoe we daar, hoe we toch duidelijk kunnen maken wat mensen kunnen verwachten zonder de wet te overtreden. Ja, ja. Dus dan kun je marketingwise, daar gaat daar wel weer wat gebeuren natuurlijk. In ieder geval wat, op creativiteit. Ja, dus gaan we zeker met lol mee beleven. Ja, precies. Ja. Hey, en tot slot, hè, twee vragen nog tot slot. Eén is: heb jij een hele duidelijke strategie ondernemerstechnisch wat je met Dose Feeding Cowboys wil, met de ervaring die je nu met de vegetarische slager hebt, in de zin van ooit verkopen, wanneer dan, aan wie? Zit jij er zo ondernemerstechnisch in? Nee, maar dat had ik met vegetarische slager ook niet. Ook niet, je had geen echt plan. Nee. Nou ja, we hadden één plan. Dat is zo snel mogelijk, zo groot mogelijk worden. Ja. Zoveel mogelijk impact. En daarbij schuurden we geen enkele... Nee. Je wilde de grootste van de wereld worden. Maar heb je ooit zelfs, want jij bent ooit op CVD geweest in de begintijd, mind you trouwens. Ik zal daar boven in beeld nu een kaartje laten zien. Als mensen zitten te kijken, dat is 2012 volgens mij, 2013. Dus eigenlijk wil de grootste slager worden van de hele wereld. En zo snel mogelijk. Ja, en zo snel mogelijk. Nou, dat is je aardig gelukt. En dat, is dat nu ook je doel met Dose Feeding Cowboys? De grootste? Alleen ik hoef dat natuurlijk niet meer te zeggen. We willen gewoon zoveel mogelijk impact hebben. Ja. En dat kan op allerlei manieren. Dat, nou ja, in ieder geval helpt het door zelf succesvol te zijn en hard te groeien. En daarbij anderen natuurlijk te stimuleren en te motiveren. Ja. Dus ik bedoel, het doel is om het gebruik van dieren overbodig te maken. Het misbruik van dieren eigenlijk. Nou ja, misbruik. Ik bedoel, zo zou ik het niet willen noemen, want ik denk dat het... Ik bedoel, we komen ergens vandaan. En er was een tijd dat het, nou ja, soms een kwestie van overleven was om een varken te houden of te slachten. Ik bedoel, het is nog maar een paar generaties terug dat in Nederland honger geleden werd op grote schaal. Ja. En, en dat varken, dat was een soort spaarpot. Die werd in de zomer gevoerd met eigenlijk met de overvloed. Er waren nog geen vriezers en koelkasten en zo. En die werd voor de winter geslacht en het werd ingemaakt. En zo kwam men de winter door. Maar dat is nu helemaal gekanteld. Nu is het zo dat het houden van dieren juist onze voedselzekerheid en bedreigt. Hè? Dus dat is, die argumenten zijn er niet meer. Maar goed, dat is, ik bedoel, we zijn het wel zo gewend. Ja. Dus ik wil niet niet te veel over misbruik praten. Nee, alleen het hoeft niet meer. Het kan anders. Ja. En ik denk dat niemand blij wordt van de manier waarop we met die dieren omgaan. En als er een goed alternatief is, dat eigenlijk iedereen op den duur omgaat. Voel jij je ondernemer eigenlijk?
Nou, ik ben ondernemend, geloof ik. Maar ik voel me... Nee, het is, ondernemen is niet een doel op zich, maar voor mij een middel. Ja. Ik heb ook ooit een vakbond voor boeren opgericht. De eerste vakbond voor boeren, de Nederlands Akkerbouwvakbond. Dus toen was... En dat was ook een aanleiding van een idee. Dus het kan bij mij alle kanten op, denk ik. Ja, maar ja. Ik vind het prettig van ondernemen, vind ik wel... dat je natuurlijk je eigen ding kan doen. En een soort autonomie hebt en een idee hebt. En dan kun je mee aan de slag binnen je eigen mogelijkheden. En dan kun je mensen bijzoeken. Ja. En dat is het fijne daarvan. Hè? Dus ja. Je kunt gewoon echt je eigen... Kijk, ik bedoel, toen ik begon met de vegetarische slager... toen zag ik natuurlijk niemand dat zitten... maar goed, je kunt het dan toch gewoon doen. Ja. En gaandeweg kantelt dat en zien mensen het wel zitten. Ja. Omdat je het laat zien dat het kan. En ik bedoel, die ervaring heb ik ook al vanuit het verleden. Ik heb meer dingen gedaan die... ik was ook de eerste akkerbouwer in Brabant die omschakelde naar biologisch, bijvoorbeeld. Ja. En toen heel snel zijn er een hoop gevolgd. Omdat je dan gewoon laat zien dat het kan. Ja. En dat het ook nog economisch kan. Ja, ja, en dan zijn heel veel mensen bereid. Ja. Dus die rol om te pionieren, dat ligt me heel erg. Slaan met er al een probleem wat opgelost moet worden nadat je het zuivelprobleem hebt getackeld? Ah, er is nog heel veel te doen. Er is, ik heb nog plannen genoeg. Ik ben bijvoorbeeld onlangs ook in een Nederlands theebedrijf gestart. De eerste Europese theeplantage, die staat in Nederland en nog in Zuid-Nederland, in Zundert. In Zundert, jawel. Ja. Daar ben je in. En daar woon ik vlakbij, ja. Dus hij zit bij mij om de hoek. Ja. En dat is gewoon een jongen, hij is opgegroeid op een tomatenbedrijf, grootschalig tomatenteelt en echt voor de bulk. Maar goed, hij dacht ik wil wat anders. Dus hij is zich gaan oriënteren in het buitenland en is in China geweest. En daar is hij de theeplant tegen het lijf gelopen. En die heeft hij meegenomen en hij is gewoon aan de gang gegaan, al 10 jaar geleden geloof ik, met dat plantje. Om die geschikt te maken voor het Nederlands klimaat. En dat is gelukt. En nou ligt hij bij een aantal supermarkten en groothandels. Het is nog klein, maar het gaat... En het is een geweldig verhaal. Hmm. Ik bedoel... Dat is natuurlijk en die help je uit, tenminste, daar stap je in. Ja, hij heeft mij benaderd. En hij zit, ik ben niet zo'n reiziger, maar hij zit echt om de hoek. Dus het leek me leuk om een kop thee te drinken bij hem. En goed, hij is natuurlijk... Hij zit in een fase die wij met de vegetarische slager ook gehad hebben. Ah. Om een merk te bouwen en zo breed mogelijk te koop te zijn. En hij is al operationeel, zeg maar. Het draait al, hij verkoopt al en alles. Ja, 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 hoe ja. heet het? Joanne Tea by Me heet het. En bij de Plus supermarkt ligt het bijvoorbeeld. En bij Sligro bijvoorbeeld en nog veel meer. Dus dat is mooi om te zien. En zo zijn er nog meer. Ik bedoel, verticale landbouw vind ik een hele interessante optie. Ja. Waar ik ook graag iets in zou willen doen. Maar voedselbossen aan de andere kant ook. Dus, voedselbossen? Ja, dus voedselbossen, dat je planten door elkaar heen laten, zoals het eigenlijk ook in het wild. Hè? Allerlei soorten door elkaar heen die elkaar versterken. Die een soort symbiose vormen, zou je het kunnen zeggen. Ja. En daarmee tot de maximale diversiteit, maar ook productie komen. En dat idee van die voedselbossen, dat is al oud. Alleen het is technisch, was het tot nu toe, moeilijk qua oogst. Hè? Want als je honderden soorten door elkaar hebt, aardbeien en graan en noten, en dat staat allemaal door elkaar heen. Dan is dat natuurlijk niet de oogsten met de huidige techniek. Hè, nu zijn het allemaal grote akkers met één gewas. En daar zet je een grote brede machine in en die oogst dat in één keer. Maar dat is het leuke natuurlijk met de nieuwe technieken. Met het herkennen van planten en vruchten. En de robotica. En de drones. Ja. Wordt het mogelijk om zo'n robot of een drone het bos in te sturen? En die ziet gewoon zelf... Die kent bij wijze ook de plaatsen waar de planten staan. En die kan ook zien of een vrucht rijp is. En wat voor vrucht het is. En of die moet plukken. Ik bedoel, dat zit er aan te komen. Ja. En dat, heel veel mensen weten dat niet. Ik ben vorig jaar bij een congres betrokken geweest van de champignonkwekers. Die zitten allemaal in Limburg daar. Dat is ook zo'n industrie. Ja. Die waanzinnig innovatief is op het gebied van technologie. Waarbij ook plukkers met behulp van laserstraaltjes worden gewoon individuele champignons. Die krijgen gewoon een lichtje groen of rood. Ja. Of ze al dan niet geplukt kunnen worden. Gebaseerd op data. Van hey, dit dingetje, als we die er nu uithalen, kan die net iets harder
jaren doorgroeien. Waardoor die weer is echt... Ik vind het prachtig hoe jij eigenlijk het alleroudste wat we hebben, de natuur, combineert eigenlijk met de mogelijkheden die we in de wereld van vandaag hebben. Kijk, dat is een beetje mijn idee ook van... Dat is natuurlijk ook met de koe zo eigenlijk... je zou bijna kunnen zeggen zo natuurlijk mogelijke vegetatieoogsten. Ja. En dat geschikt maken voor menselijke consumptie. Ja. En met die voedselbus kun je dat rechtstreeks doen. Dan kun je gewoon daar echt de vruchten uitplukken. En bijvoorbeeld met het Vegan Cowboys project, dan oogst je gras, natuurlijk grasland. Ja. Wat je natuurlijk niet kunt eten, maar wat je omzet in hoogwaardige menselijke voeding. Ja, en lekker vooral. Ja. Het moet vooral lekker zijn natuurlijk. Ja, dat is uiteindelijk echt, wel. Maar zo'n voedselbos, dat is dus heel productief en duurzaam kan het zijn. Als je het maar kan oogsten. Ja. En nu is dat handwerk en dat is natuurlijk kostbaar. Ja. Dan is dat eigenlijk hobby. Maar met die nieuwe technieken kan dat ook commercieel interessant worden. En dan, dus wat ik een beetje voor me zie is dat de voedselproductie buiten, dat gaat richting die voedselbossen met behulp van die nieuwe techniek. En het wordt niet meer mogelijk op den duur om buiten nog gewassen te telen, zoals dat nu op grote schaal gebeurt, die met chemische middelen en zo tot productie moeten komen. Wat natuurlijk de lucht en het grondwater en noem maar op, verontreinigt. En ook het product zelf vaak nog. Dat niet meer gebeurt. Maar dat we wat we niet kunnen oogsten in die voedselbos, dat via verticale landbouw. Want dat is ook fantastisch wat ik daar gezien heb. Hè. Ze kunnen kruiden telen in zo'n verticaal systeem. Dat is helemaal gesloten. Je hebt geen enkele emissie, verontreiniging naar buiten toe. Maar ze kunnen dat klimaat zo nabootsen dat je kruiden eet, basilicum, alsof het uit Zuid-Italië komt. En dat komt dan... toch gewoon uit zo'n fabriek. Ja, geweldig. Hey, Jaap Korteweg, de minister van Landbouw, zit er niet in? Nee, het zit er niet in, denk ik. Want ik denk dat ik kijk, want ik bedoel, de minister van Landbouw die heeft natuurlijk zorg voor de. Ja, voor wat er nu is. Ja, en dat. Kijk, mijn rol is veel meer om te pionieren en vooruit te kijken. En daarbij hoop ik ook anderen te inspireren. En te zoeken naar wat er kan. Ja. En dat is natuurlijk niet wat de minister van Landbouw doet. Dat heeft een heel andere taak. Wie weet, het zou fantastisch zijn als ik ooit gevraagd word. Dat zou betekenen dat alles opgeschoven is, weet je wel. Precies. Maar ik denk dat het nog wel 30 jaar duurt. Dan moet hij voorlopig, moet die minister van Landbouw maar naar jou gaan luisteren dan heel goed. En dat gaan de kijkers van 7DTV en de luisteraars naar de podcast in ieder geval doen. Dankjewel voor dit inspirerende gesprek. En dankjewel voor het kijken. En wil je meer zien, abonneer je dan op 7DTV. Voor nu dankjewel. Hoi.